Goedendag beste mensen, hartelijk welkom bij dit gedeelte over het verliezen van je redding of de eeuwige zekerheid. En we willen zeggen dat de schrift heel duidelijk aantoont dat de verdrukkingsheiligen, als ook de oud-testamentische heiligen, onder een geloof en werken plan van redding opereren zullen of opereerden. Als je je redding dient te verdienen door naast geloof werken te hebben, is het normaal dat je ook die redding dient te bewaren door werken. Hier volgen een paar versen die aantonen dat het noodzakelijk is om in de verdrukking te werken voor je redding. Ten eerste, God handelt met de Jood, het Joodse volk, in de grote verdrukking. Daarom wordt dit tijd genoemd de tijd van Jacobs verdrukking in Jeremia 30 vers 7 en Matthäus 24. En we zien in de Openbaring dat een aantal versen zijn die aantonen dat de verdrukkingsheiligen teruggaan onder een geloof van God en werken instelling. En de geboden God wederom dienen te bewaren om gered te blijven en te worden. We zien dat in Openbaring hoofdstuk 12 vers 17. En de draak vergrimde op de vrouw en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, de geboden Gods bewaren en de getuigenis van Jezus Christus hebben. Geboden Gods en de getuigenis van Jezus Christus. Openbaring 14, vers 12. Hier is de leidzaamheid der heiligen. Hier zijn zij die de geboden Gods bewaren en het geloof van Jezus. Werk en geloof. Uiteindelijk in Openbaring hoofdstuk 22, vers 14. Zalig zijn zij die zijn geboden doen, opdat hun macht zij aan de boom des levens en zij door de poorten mogen ingaan in de stad. Met andere woorden, als je dient te werken, om te verkrijgen of te bewaren, kun je er weer wederom verliezen. Dat is niet zo moeilijk om te geloven, daar oud-testamentische heiligen onder de Joodse wet hebben geopereerd, van 1500 voor Christus tot de tijd van Jezus Christus, en dat deze vereisten ook een onderdeel waren van een redding. We zien bijvoorbeeld dat er gehoorzaamheid werd vereist na de redding, die noodzakelijk was, om te bewaren, zoals bijvoorbeeld bij Saul in 1 Samuel 28 vers 15. Saul verloor zijn redding, ging naar de hel. Of Samson in Richter 16 vers 20, die de Heilige Geest verloor, maar als we goed verder lezen in vers 28, wederom de Heilige Geest terugkreeg toen hij met bovennatuurlijke kracht zelfmoord pleegde en daarmee 3000 van zijn tegenstanders, de Filistijnen, met zich meenam in de dood. Daarnaast is het belangrijk op te merken dat de boeken van Hebreeën en Jacobus direct aan Joden werden geschreven en niet direct aan heiden zijn geschreven. Hebreeën is aan Hebreeën geschreven. En als we Jacobus opslaan, in Jacobus 1 vers 1, lezen we Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heer Jezus Christus, aan de 12 stammen die in de verstrooiing zijn zalig. Dat is het geschreven aan 12 stammen. Nou, ik neem aan dat de meeste van u die hier luisteren niet een van Ruben, Juda, Simeon, Zebulon, Naftali zijn. Dat is vreemd, want in bijbelgelovige christenen in het Nieuwe Testament is er geen verschil tussen een geredde Jood en een geredde Hein. Dus waarschijnlijk is het een stellige toepassing die een verwijzing is naar Joden in de verdrukking. En u moet begrijpen dat iedereen in de verdrukking diende te volharden tot het einde om gered te worden, naar Matthäus 24 vers 13. De gemeente is reeds opgenomen in de verdrukking. Dus de verdrukkingsheilige zijn duidelijk niet deel van de bruid. Verdrukkingsheiligen worden niet opnieuw geboren, worden niet geestelijk besneden, zijn geen deel van de bruid van Christus en worden nooit kinderen van God genoemd. Hun redding is duidelijk anders dan de onze, dan de uwe. Zij kunnen het verliezen, u niet. Nu, als we kijken naar Openbaring 22 vers 14, zien we daar dat heiligen uit de verdrukking in het duizendjarig rijk dienen de geboden te bewaren om een recht te krijgen op deze boom des levens. En zo toestemming te krijgen om in de stad binnen te gaan. Die stad is het Nieuwe Jeruzalem. Maar het probleem is, christenen leven daar
reeds. En dienen nooit, hoeven nooit te eten van deze boom. Openbaring 21, vers 9. Daar lezen we, en tot mij kwam een van de zeven engelen, die de zeven violen hadden, welke waren vol geweest van de laatste plagen, en sprak tot mij zeggende, kom herwaarts, ik zal u tonen de bruid, de vrouw des lammes. We zijn deel van hem, van diegene die de boom heeft gemaakt, de boom des levens heeft gemaakt. En deze hele controverse kan men samenvatten onder één punt. Iedereen die denkt dat je redding nu kan verliezen, begrijpt niets van nieuwtestamentische redding. We hebben het al besproken in een aantal vorige lessen, maar we zullen dat nogmaals wederom herhalen. Ten eerste, als je opnieuw wordt geboren, wordt het lichaam van de zonde van het vlees van je afgedaan, van je ziel afgedaan, naar Kolosse 2 vers 11. En je ziel wordt verzegeld tot de dag van de verlossing van je lichaam, naar Efeze hoofdstuk 4 vers 30. Het is het lichaam, het vlees, je lijf wat zondigt. Maar de geestelijke besnijding scheidt dat van de ziel. En zonde kan vandaar je ziel niet aanraken, want het is verzegeld. Iedere zonde nadat je gered bent, wordt geoogst in het vlees. Kronen, beloning en gemeenschap met God worden verloren, maar niet je redding. 1 Korintiërs hoofdstuk 3, vers 11 tot en met 15 laat duidelijk zien dat daar vier keer het woord redding wordt gebruikt. Maar je ziel wordt gered als door het vuur. Je beloning, je werken kunnen verbranden, niet de ziel. En 1 Korintiërs 5, vers 1 tot en met 5, zullen we het nog eventjes lezen. Zien we dat daar iemand hoererij pleegt als een christen in de gemeente in Korinthe. We zien in vers 4 en 5, in de naam onze Heer Jezus Christus, als gelieden en mijn geesten samen vergaderd zullen zijn met de kracht van onze Heer Jezus Christus, de zulke over te geven aan de Satan tot verderf des vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Het vlees kan verderf worden, de geest wordt behouden. De gemeenteheilige, de christen, hoeft niet te volharden tot het einde. Waarom niet? Want hij heeft reeds overwonnen. Naar 1 Johannes 4 vers 4 en 1 Johannes 5 vers 4. Dat kan een heilige uit de verdrukking niet zeggen. Uw redding is op grond van geloof, door genade, in het vergoten bloed van Jezus Christus. Zonder enig werk van uw kant. Efeze 2 vers 8 zegt, uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof in hetzelfde. Niet uit u is het Gods gave. Niet uit de werken, dat ze niet iemand roemen. Er zijn niet werken in betrokken. Het is een feit en het is niet uw zaak. De redding behoort tot de Heer Jezus Christus. Het is een vrije genadegave. En je kunt niet werken om een vrije genadegave te verkrijgen of te houden. Dan is het geen gave meer. Romeinen hoofdstuk 6 vers 23 zegt het zo. Want de bezoldiging der zonde is de dood. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. Dus een genadegift. Een gift kun je niet verdienen. Het is geen gift meer. Redding is een nieuwe geboorte. Je bent een nieuw schepsel in Christus, naar 2 Korinther 5, vers 17. En er is geen nieuwe geboorte voor verdrukkingsheiligen. We zullen vandaar een aantal volgende teksten, versen lezen als hulp voor u. Ten eerste, christenen hebben eeuwig leven. Naar 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 13. En daar lezen we. Deze dingen heb ik u geschreven, die gelooft in de naam van de Zoon Gods, opdat gij weet dat gij het eeuwige leven hebt, en opdat gij gelooft in de naam des Zoons van God. Johannes hoofdstuk 3, vers 36 zegt duidelijk, wie aan de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven. En Johannes hoofdstuk 5, vers 24 zegt, voorwaar zeg ik u, die mijn woord hoort en gelooft hem die mij gezonden heeft, die heeft het eeuwige leven. En komt niet in de verdoemenis, maar is uit de dood overgegaan in het leven.
Daarnaast is het zo dat een christen verzegeld is met de Heilige Geest der belofte. Efeze hoofdstuk 1 vers 13 zegt: in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. Efeze hoofdstuk 4 vers 30 zegt: en bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Daarnaast is het zo dat christen worden bewaard door God. 2 Timotheus hoofdstuk 4 vers 18. En de Heere zal mij verlossen van alle boos werk en bewaren tot zijn hemels koninkrijk. Hij zal mij bewaren. Wordt nog eens een keer onderstreept in het eerste vers van de brief van Judas. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus, een broeder van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader geheiligd zijn en door Jezus Christus bewaard. U wordt door Jezus Christus bewaard, niet door uw eigen werken bewaard. Daarnaast is een christen een onderdeel van het lichaam van Jezus Christus. We lezen in Efeze hoofdstuk 5 vers 30, want wij zijn leden zijns lichaams, van zijn vlees en van zijn benen. En datzelfde wordt onderstreept in 1 Korinthe hoofdstuk 12, vers 18. Want eerstelijk, als gij samenkomt in de gemeente, zo hoor ik dat er scheuringen zijn onder u en ik geloof het ten dele. Pardon, dat is hoofdstuk 12, vers 18 is, want nu heeft God de leden gezet, en eigenlijk van dezelfde in het lichaam, gelijk hij gewild heeft. Daarnaast kunnen christenen niet worden gescheiden van God. Romeinen hoofdstuk 8, vers 38 en vers 39 zegt: ik ben verzekerd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog machten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde Gods, welke is in Christus Jezus onze Heere. Daarnaast, als u zegt: ik heb heel veel zonde als ongelovige, of misschien dat ik ben christen, maar ik heb zoveel drek aan de stok, kan God me nog aannemen? Dan zegt God in Johannes 6, vers 37 tot u: persoonlijk, al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. En die tot mij komt, zal ik geen zins uitwerpen. Een christen wordt verhinderd te vallen door de kracht van God. In 1 Petrus hoofdstuk 1... vers 5 lezen we: die in de kracht Gods bewaard wordt door het geloof tot op de zaligheid, die bereid is om geopenbaard te worden in de laatste tijd. En Judas zegt daarover in Judas 24: hem nu die machtig is u van struikelen te bewaren en onstraffelijk te stellen voor zijn heerlijkheid in vreugde. Hij is machtig u te bewaren van struikelen. En nogmaals, u kunt uw beloning, uw loon verliezen, maar niet uw redding verliezen. 1 Korinthe hoofdstuk 3, vers 11, 12, 13, 14 en 15 zegt daarin het volgende: want niemand kan een ander fundament leggen dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. Indien iemand op dit fundament bouwt, goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen, en zijn werk zal geopenbaard worden. Want de dag zal het verklaren, terwijl hij door vuur ontdekt wordt. En hoe danig eens iederlijks werk is, zal het vuur beproeven. Zo iemands werk blijft dat hij erop gebouwd heeft, die zal loon ontvangen. Zo iemands werk zal verbrand worden, die zal schade lijden. Maar zelf zal hij behouden worden, toch als zo als door vuur. Vier keer werk en hij zelf, zijn ziel, zal behouden worden, toch als zo als door vuur. Er wordt ook onderstreept in 1 Korinthe hoofdstuk 5, als een man met de vrouw van zijn vader leeft, in de eerste 5 versen. Dan zien we wat Paulus aanbeveelt in vers 5, met zorgen christen, dat hij aan de Satan wordt overgeleverd tot verderf des vlees, opdat de geest behouden mogen worden in de dag van de Heer Jezus. Nogmaals, als u niet gelooft dat u eeuwig zeker bent, dan maakt u God tot een leugenaar. Want 1 Johannes 5 vers 10 zegt: hij die niet gelooft dat God het gezegd heeft, maakt hem tot een leugenaar, want hij heeft niet het getuigenis van God geloof dat hij gaf van zijn zoon, in 1 Johannes 5 vers 10. Met andere woorden,
Het traditionele geloof dat sommigen hebben dat je redding kan verliezen, komt van de idee dat je iets moet doen om redding te verliezen of te bewaren. Terwijl God je als een vrije gave alles gegeven heeft. En deze leer wederspreekt de Bijbel en maakt het woord van God tot geen effect. En dat is het gevaar als u traditie boven het woord van God zet. Daarom sluiten we af met Markus hoofdstuk 7 vers 13. Waarin Jezus Christus waarschuwt. Makende als wordt Gods woord krachteloos door uw inzetting die gij ingezet hebt. Dergelijke dingen doet gij velen. Maar het woord God niets krachteloos. Neem het zoals het staat in de juiste context, bid erover en geloof, als u nog niet gelooft, dat Jezus Christus voor uw zonde op het kruis gegaan is. Kom tot hem zoals u bent en laat u vandaag redden.